Twee awards. Eén keer de Security Award. Bijzondere situatie natuurlijk dat we als enige genomineerden waren. Ik heb het ook op het podium ook aangegeven van Security Mega Topic op dit moment. Heel strategisch in de IT-markt. Of nu gaat het om cloud security, datacenter security of aan de endpoint kant. Dus ja, bijzonder dat we hem gewonnen hebben. Erg blij mee. Security wordt alleen maar belangrijker. We zijn natuurlijk al dik 20 jaar actief op het gebied van security. Voorheen zag je echt dat het op de endpoint was. Heel specifiek met security partners aan het werk. En ja, op dit moment zie je toch ook dat in datacenteromgevingen, cloudomgevingen, ja, security echt een mega belangrijk topic aan het worden is. Ja, en we zijn blij dat we onze partners daar ook in kunnen enabelen en kunnen ondersteunen om die topics ook op te pakken. Het blijft altijd leuk natuurlijk om awards te winnen, met name twee. Op een bijzonder leuke avond om iedereen weer hier te ontmoeten. En ook die recognition te krijgen, ja, daar ben je trots op natuurlijk. De lat ligt hoog natuurlijk en je zult er alles aan moeten blijven doen om de juiste mensen om je heen te verzamelen. Om ook uiteindelijk die recognition te blijven handhaven. En dat is een behoorlijke uitdaging, met name in een tijd waar het arbeidsklimaat niet al te makkelijk is. Ja, dus wat dat betreft, ontzettend trots op. Dankjewel. Ja, top. Voor de komende jaar nog, wat kunnen we van jullie verwachten? Ja, ik wil bijna zeggen meer van hetzelfde. Maar dan heb je de traditionele hoek. Meer op cloud, we gaan nog meer op security. We gaan meer ook in die samenwerking opzoeken om meer de business partnership te kunnen bewerkstelligen.